Dit verhaal begint op 25 januari 2001. Dit verhaal begint op het moment dat ze van me wilden scheiden. De dag waarop ik verdween. Het was een slepende kwestie. We waren totaal van elkaar vervreemd. Dat wist ik. Maar ik wilde redelijk met hem praten. Ja, er viel niet meer met haar te praten. Heel ons leven stond in het teken van zijn werk. Ik, het gezin, alles was ondergeschikt aan hem en zijn carrière. En dat voelde vaak nog heel terecht. Want hij was briljant in wat hij deed. Iedereen bewonderde hem. Ik bewonderde hem. Het gekke is, als je nu zijn naam googelt, dan zie je alleen maar die andere kant. De zwarte kant. Maar toen ik hem ontmoette, hij was zo opwindend. Hij had charme. Hij was zo zelfverzekerd. Maar meer nog dan dat, hij had talent. En dat straalde van hem af. Ze was mooi. Zo mooi. En ik geef toe, ik wilde hem. Ik wilde hem zo graag. We ontmoetten elkaar op het feestje van gezamenlijke vrienden. Hij stond aan de andere kant van de kamer, bij de tafel waar de chips stond, met dip. Dat is altijd een verslaving van me gebleven. Chips, paprika, met dip. Hij stond er een beetje verloren. Je zou het bijna eenzaam kunnen noemen, maar dat was hij niet. Mensen keken wel naar hem, wilden wel bij hem zijn, maar hij kon iets kouds hebben, iets afstandelijks. En tegelijkertijd kon hij je helemaal inpakken. Helemaal. En dat deed hij bij mij. Ze was mooi. Keek naar hem. Hij was niet knap of aantrekkelijk in de gebruikelijke zin van het woord. Maar ik keek naar hem. Ik keek in zijn ogen. En ik zag zijn talent. Ze was mooi. En ik was verkocht. Zo mooi. We dansten de hele nacht door. It's late in the evening. I'm wondering what dress to wear. I put on my makeup, brushing my long blonde hair. Precies hetgene wat ik in hem bewonderde. Mijn nieuwste project. Waar ik vooral trots op ben, zijn die lijnen. In volmaakte harmonie met de omgeving. Geen storende elementen, duurzame materialen, alles klopt. Een ontwerp dat de proeven destijds moeiteloos kan doorstaan en uiteindelijk klassiek zal blijken te zijn. Sommige mensen ergerden zich aan zijn hoogdravende taalgebruik. Maar ik niet. Ik vond het fijn. Ik vond het opwindend. Kijk nou toch eens naar die lijnen. Maar de jaren gingen voorbij. We kregen 3 kinderen en hij was een succes. Mijn ontwerpen zijn een succes. Maar de jaren gingen voorbij
Hij was een succes en ik was thuis, bij de kinderen. En daar heb ik van genoten hoor, dat is het niet. Maar toen de kinderen het huis uit waren, toen kwam het. De leegte. Zij waren weg, hij was weg. Leegte. We waren gelukkig. Ik creëerde prachtige dingen en zij zorgde voor ons gezin. Ik was doodongelukkig. Hij creëerde prachtige dingen en ik was thuis. Dat was het. Dat was het. Toen de kinderen het huis uitgingen, was mijn leven voorbij. En op dat moment keek ik eens heel goed naar ons. Naar mijn gezin, naar mezelf. En ik zag het. Ik zag het, helder en duidelijk. Dit ben ik niet. Mijn leven moest anders. Ik moest weg. Ik moest bij hem weg. En dus vroeg ik de scheiding aan. We waren gelukkig. Op het moment dat ik hem vertelde dat ik van hem wilde scheiden, geloofde hij niet. Totdat ik mijn advocaat een brief liet sturen. Hij was woedend. We waren gelukkig. Het werd heel moeilijk. Een eindeloos juridisch getouwtrek. Tot hij me opeens in januari 2001 een uitnodiging stuurde voor een gesprek over de boedelscheiding. Hij klonk heel redelijk aan de telefoon. We waren gelukkig. Ik ging naar ons huis. Het huis waar ik een tijd niet meer was geweest. Het was vreemd om daar weer te zijn. Hij was vreemd. Hij was kalm. Te kalm. Zo kende ik hem niet. We waren gelukkig. Het gesprek liep uit de hand. Hij wilde niet scheiden. Hij bleef maar roepen. We waren gelukkig. En uiteindelijk pakte hij de telefoon en hij sloeg het snoer om mijn nek. Hij trok het snoer strak. Strakker. We waren gelukkig. Strakker. De dagen daarna ontkende hij alles. Zelfs naar onze kinderen toe. Ik werd vermist. Dat was het. En iedereen ging op zoek. In het huis, in de buurt, op de hei, de Tafelberg. En hij zocht mee. Bezorgd. Alsof hij geen idee had van wat er was gebeurd. Mijn verdwijning was een mysterie. De bekende onderzoeker Peter R. belde hem op en hij deed of hij gek werd van verdriet. En toch ontstond er steeds meer twijfel over de geloofwaardigheid van mijn man. Uiteindelijk geloofden zelfs onze kinderen hem niet meer. Maar het zou nog maanden duren voordat een aannemer hier in huizen de gouden tip gaf. Een kennis van hem had mijn man een paar dagen na de verdwijning 's ochtends in alle vroegte zien graven in onze tuin. En toen hij werd gegroet, reageerde hij betrapt. De kennis vroeg zich af wat hij daar deed zo vroeg. Maar door een toevallige samenloop van omstandigheden was deze man in het buurtonderzoek nooit door de recherche gehoord. Uiteindelijk was het Peter R. die aandrong op nader onderzoek. Scheiden was voor mij geen optie. En zo vonden ze me. In de grond, naast de funderingsmuur van ons huis. Gestort in beton. Ik kreeg 15 jaar. Als wat mooi was. Zo fout. Thank you.
Dank je wel.